Ik sta hier bij de Witte Singel in Leiden en achter mij is de Universiteitsbibliotheek. In 1575 kreeg de stad Leiden deze universiteit cadeau van Willem van Oranje als dank voor het dappere verzet van de stad tijdens de 80-jarige oorlog. En vanaf dat moment is hier verzameld. Duizenden boeken, handschriften, kaarten, atlassen, archieven, foto's zijn verzameld om de wetenschap in die 4,5 eeuw te bedienen. In deze serie neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen bij de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek. Van kluis naar kussen. Gaat u mee? Ik sta in het depot van de Universiteitsbibliotheek, het gesloten depot, waar mensen normaal gesproken niet in kunnen komen. En ik sta hier met Dennis Bus, vakreferent Latijns-Amerika en de Cariben. Dat klopt. Ja. Dus jij bent de beheerder eigenlijk van deze collectie die hier staat? Dat klopt, inderdaad. Ja. En je koopt nieuwe dingen aan? Ik koop nieuwe dingen aan, zeker weten. Je hebt helpt alle mensen op weg om de boeken te vinden? Precies, hier? Dus studenten, onderzoekers, ook mensen buiten de universiteit als die vragen binnenkomen. Okay. Zeker. Ja. Mooi. Ja. Dennis, we gaan straks aan tafel voor een nieuwe aflevering van Verkluisterd naar Kussen over de Caribische letterkunde. Mm-hmm. Hartstikke leuk. Ja, dat is echt heel leuk. En, ja, zeker. Wie hebben we daarvoor uitgenodigd? Daar hebben we voor uitgenodigd Roline Redmond, auteur van De Doorsoms. Ja, met veel succes. Met veel succes inderdaad, vorig jaar een prijs gewonnen. Ja. Daarnaast Ellen Ombre, daarvan het laatste werk is Last. Prachtige schrijfster. Zeker, ja. En tot slot Rosemarijn Hufte, hoofdonderzoeker bij de KITLV, maar ook hoogleraar aan de UvA van de Surinaamse geschiedenis. Dus die weet alles van deze collectie ook. Ja, dat neem ik aan van wel. Ja, in ieder geval als het gaat om Suriname. Hartstikke mooi, Dennis. We gaan aan tafel. Ja. Welkom bij Van Kluis naar Kussen voor een bijzondere aflevering over de Caribische letterkunde. We gaan vandaag praten in dit bijzondere jaar, want we zitten aan de vooravond van Kitty Kotti, 1 juli, 150 jaar na de effectuering van de afschaffing van de slavernij, 160 jaar na de officiële afschaffing. En ik geloof dat jullie allemaal van hot naar her gaan, van de ene boekpresentatie naar de opening van een tentoonstelling in deze fase, want er gebeurt van alles. Vandaag gaan we praten over de letterkunde met een aantal prachtige gasten. Roline Redmond schreef De Doorsoms. Succesvol boek, volgens mij al de vijfde of de zesde druk, denk ik. De vijfde, dacht ik. Weet ik precies. Nee. Gefeliciteerd daarmee. Prachtig boek. En wat een succes. Rosemarijn Hufte, historicus, verbonden aan het KITLV. En bijzonder hoogleraar in Amsterdam, aan de UvA. Waar ben je nu mee bezig eigenlijk, Rosemarijn? Nou, ik ben nu aan het afronden twee onderzoeksprojecten naar de geschiedenis, naar de koloniale geschiedenis van de steden Haarlem en Tilburg. Oké. Okay. Oké, okay. Want alle steden doen tegenwoordig een onderzoek naar hun eigen slavernijverleden, geloof ik. Hè? Dat is een hot topic, maar dat is wel het interessante. Al die steden hebben toch weer een hele andere koloniale geschiedenis. En wat we wel zien is, en ik denk dat dat heel belangrijk is, de verwevenheid van de koloniale geschiedenis met de Nederlandse geschiedenis. Dankjewel. Ellen Ombre, welkom hier. Dank. Wij kennen elkaar al een tijd eigenlijk via onze gemeenschappelijke vriend Karl Harnack. Ja. Leuk, hè? Ja, dat is een van de aardigste mensen die ik ooit ontmoet heb. Dennis, je bent vakreferent. Je bent eigenlijk verantwoordelijk voor die Caribische collecties bij ons. Onder andere, want je doet nog meer dingen. Ja, Waar komt die collectie eigenlijk vandaan? De collectie is grotendeels afkomstig van de KITLV. Dus sinds 2014 is hij hier ondergebracht en wij beheren dat voor de KITLV. Daarnaast hebben we ook nog een deel van de KIT, dus het Tropeninstituut, hebben we ook nog een deel van onze collectie. En daarnaast vullen we het natuurlijk gewoon aan met alle recente publicaties. Dus je vult het gewoon aan, zeg je. Maar ik wil wel eens horen hoe dat dan gaat. Hoe zorg je nou ervoor dat je voortdurend up-to-date blijft? Dat er alle relevante boeken ook bij ons in de bibliotheek terechtkomen?
Daar heb je verschillende stromen in. Dus voor een deel gaat het via grote uitgevers, grotere boekverkopers. Dus dan krijg je gewoon keurig een lijstje van, nou, dit zijn die nieuwe publicaties. Dat is het makkelijke deel. Maar heel veel is wat moeilijker om te vinden. Vooral de boeken of het materiaal dat wordt gepubliceerd in de Cariben zelf. Dus daar moet je echt een stuk meer actief naar op zoek gaan. Voordat je erachter komt dat het er is. En dan moet je nog door de molen om te kijken hoe je dat dan het beste kan aanschaffen en hier naartoe kan halen. Ja, ja. We gaan eerst even over jullie beide boeken hebben, want het is interessant. Ze hebben een aantal dingen gemeen, hè, de boeken. Ze gaan alle twee op zoek naar het verleden. En het ene boek is fictie, maar ook weer non-fictie daarin. Het andere boek is non-fictie. En daar speelt het eigenlijk het verhaal, vooral van het onderzoek, een grote rol in. Rolien, hoe ben je begonnen met dit boek eigenlijk? Waarom? Want je bent eerder bezig geweest met andere onderwerpen, als historica ook. Wat was de aanleiding voor dit boek? De aanleiding was het verzoek van mijn moeder om te beginnen met de familiegeschiedenis, om dat op te schrijven. Dus je bent eigenlijk op zoek gegaan, niet eens in eerste instantie naar geschreven bronnen, maar ook naar orale bronnen, naar de verhalen van ja, van de mensen. Ja, dat zijn primair de bronnen waarmee je kunt werken. Ik denk dat de basis is van alle goede literatuur en de narratieven van de gewone mens. En je moet ze op een bepaalde manier hanteren natuurlijk, maar dat was het vertrekpunt. En hoe reageerden die mensen erop? Ze wilden soms niet praten. Ze zeiden van ja, we hebben een moeilijke tijd gehad in onze jeugd. Dat was het verhaal van mijn moeder, die dus het erg moeilijk gehad heeft op school. Het school waar ze zat, dat ze gediscrimineerd werd. Dus mensen wilden niet teruggaan naar hun jeugd in gedachten. Ook omdat ze bij tijden vaak arm waren. Ja. En dat wilden ze niet meer in herinnering roepen. En hoe heb je ze dan zover gekregen dat ze wel die verhalen aan jou gingen vertellen? 3-4 keer teruggaan. Ja. Ik dacht dat ik ga 1 keer naar Suriname en ik schrijf het, maar ik heb eigenlijk 4 keer nodig gehad. En heb je eerst zo'n literatuuronderzoek gedaan voor je op pad ging? Jawel, dat heb ik het eerst gedaan. En ten tweede heb ik dus die familie Dessé in Utrecht ontmoet. Okay, ja, dus ik heb nog gekeken naar de bronnen, naar Bordereau, naar wat ik van die familie kon vinden. Dat is inderdaad research. En daarna ben ik met mensen gaan praten in Suriname. Wat was de aanleiding voor jou om dit boek te gaan maken? Nou, een heleboel eigenlijk. Mijn familie is heel divers. Er zijn mensen van Afrikaanse komen af en ook Sefardische Joden, werd me later verteld. En er werd altijd verteld, als kind hoorde je dat de Joden een vreselijk leven hadden gehad, in de Inquisitie moesten vluchten en over het Tumukhumak-gebergte bij ons veiligheid vonden in Suriname. En toen ik erachter kwam dat het me dat heel erg progressief leek om over die onneembare berg te gaan. Als ik stelde me de Joden voor zoals, nou niet Wijnrijp, maar zo'n soort figuur. Ja. En figuren. En dan en ik geloofde dus op den duur niet meer. En toen viel mijn hele idee over wat de invloed is geweest van Sefardim. Bijvoorbeeld op Jodensavannen, wat natuurlijk een heel bijzondere plek is. En daar ging mijn aandacht voor naar uit. Dat viel in duigen. En dus ik heb heel lang erover nagedacht om dit helemaal uit te zoeken van die Sefardische Joden in Suriname. Maar er zijn eigenlijk geen bronnen vanaf de beginperiode, hè, vanaf het midden van de 17e eeuw. De archieven op Jodensavannen werden niet bijgehouden of die waren verpulverd. En heel veel dingen werden verzwegen ook. Ja. Misschien moet je even uitleggen, wat is dat eigenlijk, de Jodensavanne? De Jodensavanne is een plek 50 kilometer ten zuiden van Paramaribo, waar Joden zich vestigden, Sefardische Joden, Ashkenazim waren daar niet welkom. En die stichtten daar eigenlijk een soort Israël.
Met eigen wetten, dus met Joodse wetten, maar ook met andere eigen wetten. En die woonde daar in mijn fantasie met die vrouwen, slaafgemaakte vrouwen. Die er natuurlijk anders uitzagen dan orthodoxe Joodse vrouwen. Dus er werd heel veel, het werkte heel hormonaal ook op sommige van die mannen. En daaruit kwam dus wat ik dan negerjoden noem voor. Ja. Die dus niet geaccepteerd werden door die gemeenschap. En soms omarmd, maar meestal buitengesloten. Het fascineerde me. Kortom, het is heel moeilijk om daarover te praten. En dat is de reden waarom ik poging deed om dat samen te vatten in een last. Ja. Ja, ja, ja. Ik ken een mooie print ook van Benoit. Hè? Die heeft ook een mooie afbeelding gemaakt van de Joden Savannen. Ja, er zijn meer prenten. Ja, ik zag in je boek ook een mooie. Hè, van, een mooie lito van dit. Ja, maar er is niet zoveel van over. Hoewel de laatste tijd wordt er veel aandacht aan besteed. Maar. Want hoeveel mensen woonden daar ongeveer? Eigenlijk? Ook dat is ingewikkeld. Want dat was een komen en gaan. Maar dit was het grootste deel van de Sefardische gemeenschap woonde daar. Ja. En die... Ja, die hadden hun eigen privileges, wetten, et cetera, et cetera. Want ben je in je onderzoek ook tegengekomen waarom van alle plekken in de wereld die Sefardische Joden in Suriname terugkwamen? Via Brazilië. Via Brazilië en suiker in die tijd. Mm-hmm. Maar het was niet zo dat ze dus op dat moment te lijden hadden onder vervolging. Helemaal niet. Nee. En het interessante is dat de Joden die in het Caribisch gebied terechtkomen, de meeste, die zitten in de handel. Ja. En dit zijn planters. Ja. Dus dat maakt de Surinaamse gemeenschap anders. Nou, het is niet alleen maar planters. Ze waren heel strikt vertegenwoordigd in de transatlantische slavenhandel. He, omdat ze dus, juist omdat ze zo verspreid waren, ook in West-Afrika, hadden ze allerlei aanknopingspunten. Ja. Ja. Nou, het is een heel... Het is zo'n ingewikkeld verhaal en sommige mensen vinden het niet fijn om te horen. Dennis, mm-hmm. Jij hebt eigenlijk alle twee die boeken gelezen. Ja. Hè? En Rolien, jij gaat in op je familiegeschiedenis, maar je schrijft een non-fictieboek. Hè, waarin je eigenlijk je eigen onderzoeksverhaal ook vertelt. Mm-hmm. En jij kiest voor een fictie, maar ook weer niet helemaal. Ellen. Hè? Nee. Dennis, hoe zie jij dat? Nou, voor mij is het dus interessant ook, want hè, wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat er al in beide boeken iets van onderzoek plaatsvindt. Mm-hmm. En het onderzoeken van het verleden en waar. En dat er op een gegeven moment ook tot de grens gekomen wordt. Dus verder dan de herinnering gaat het op een gegeven moment niet meer van mensen die nog in leven zijn. En ook de primaire bronnen, dus de archieven en zo, dat houdt op een gegeven moment op. Dus dan heb je met die leegtes te maken. En wat ik mee heb gekregen bij het lezen van deze twee boeken is dat je het bij elkaar moet sprokkelen in tot op zekere hoogte. Dus dat je enerzijds heb je meer de mondelinge overlevering. En anderzijds heb je dus meer droog archief. Werk. En dat wordt bij elkaar gemaakt en dan in hele mooie boeken gegoten. En wat ik ook bijzonder aan vind, is dat in beide boeken zit natuurlijk iets van jullie zelf daarin. Want zoals Galt al aanhaalde, de rol van de onderzoeker wordt hier ook in meegenomen. Het is niet alleen het verhaal van anderen, het is ook het verhaal van jezelf en je plaats daarin. En zoals Galt zei, zit er ook nog een element van non-fictie hier in Last. Dus bij het lezen van deze boeken was ik vooral benieuwd, want u gaf net ook aan hè, dat u dat je vooral geïnteresseerd bent in feiten. Maar toch heb je gekozen om, voor een deel tenminste, in fictie te nemen. Dus in genre van fictie, literaire fictie, dat verhaal te proberen te vertellen. En dan te proberen te verbinden met een deel van je eigen ervaringen in Suriname, met de heer Nassi. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie iets kunnen zeggen over, zeg maar, de spanning tussen mondelinge bronnen en geschreven bronnen. Hoe die ten opzichte van elkaar staan. Zijn ze allebei even waard bijvoorbeeld? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan bij het onderzoeken van het boek en het schrijven? Nou ja, er zijn twee dingen. Ik vind dat de mondelinge bronnen, de orale geschiedenis, dat de basis is. Mm. Ik kom wel eens mensen tegen in het jaar waarin ik dat boek bespreek, die zegt van
de informatie is pas belangrijk als het in een boek staat of in een archief staat. En ik denk, ja, maar hoe denk je dat het erin gekomen is? Je moet getuigenissen van mensen hebben die de basis daarvan vormen. En maar belangrijk is van hoe ga je met die getuigenissen om, zodat je een soort mate van betrouwbaarheid eruit destilleert. Dat is wat je als onderzoeker, dat is je werk. En een tweede ding is dat ook in non-fictie, wat ik geschreven heb, komt wel eens voor dat je soms een fictioneel element erin aanbrengt. Ja. Dat is een bepaalde techniek, die kom je in weinige boeken tegen, maar het kan wel. Het moet met mate gebeuren, vind ik, want ik heb het ook in mijn boek gebruikt. En je moet kunnen verantwoorden waarom je het in dit geval wel gedaan hebt, omdat je geen andere oplossing zag. En je moet ook verantwoorden binnen het boek zelf waarom je het gedaan hebt. Dat is mijn uitgangspunt. Ja. En kan je een voorbeeld geven uit jouw boek? Ja, een voorbeeld is dat ik de reis beschrijf van de doorzons die van Coroni naar de stad gaan. Mm-hmm. Dat ik beschrijf hoe ze met die grote bundel op hun hoofd schoenen hadden ze gekocht. Hoe ze naar de Voordam gingen om daar in zo'n scheepje te gaan zitten om naar de stad te varen. Ja. Ze deden het in het duister. Van de ochtend, want dat is het tijdstip waarop mijn familie ook reisde naar Plantage, zoals ze dat noemden. En dat heb ik zelf niet gezien. Zelf heb ik niemand gesproken die dat gedaan heeft. Die zegt van, we gaan bondelen op ons hoofd. Maar ik heb wel verhalen van familieleden die vertelden van hoe zij, hoe anderen van de Plantage naar de stad gingen. Ja. Die verhalen heb ik dus wel van een aantal mensen gehoord. En daardoor kon ik dit fictieve stukje inlassen. Want toch ook weer gebaseerd op die mondelinge overlevering. Dus. Jazeker. Ja. Ja. En dan heb je voor jouw boek ook veel onderzoek gedaan door familieleden te spreken, door... Ja, en daarom heet het boek ook Last. Omdat ieder familielid heeft weer een ander verhaal. Die familie is heel divers. Zoals Rorine dus opmerkte, je hebt lichtkleurige mensen, donkerkleurige mensen. En in het boek komt er een zin voor. Heinrich is een neger, maar een fijne neger. En dat soort teksten hoorde ik heel veel als kind. En ik heb zeker onderzoek gedaan, maar ik ben zelf ook een kleine verzamelaar. Dus als ik iets wilde weten, dan probeerde ik het te kopen. Als het niet van iemand was in mijn omgeving, dan ging ik erachteraan, want ik wilde het niet kwijt. Ik heb sommige boeken ook dubbel en vrij kostbare boeken. Je kunt beter... ik leen ze ook niet meer uit. Je kunt beter je man uitlenen dan een boek. Voor mij zijn dat hele bijzondere bronnen. Ik heb zeker familieleden gesproken. Maar het voordeel van familie is het nadeel, heb ik toen ook gemerkt. Omdat het heel afhankelijk is van wie je spreekt. Enzovoort, enzovoort. Dus je moet... Het zijn hele lastige dingen. Daarom heb ik dus last gekozen. Rosmarijn, in jouw onderzoek maak je ook gebruik van orale onderzoeksmethode? Dat had ik heel erg graag gewild bij mijn eerste boek over Plantage, Marienburg en contractarbeid. Maar er waren eigenlijk al geen eerste generatie. En dan krijg je een filtering. Ja. Maar we hebben wel onderzoek gedaan naar tweede en derde generatie Javaanse migranten naar Suriname, die ook naar Indonesië zijn gegaan, weer terug. En naar Nederland zijn gekomen. Dus dat is eigenlijk een drievoudige diaspora, kan dat zijn. Ja, ja. En dat is heel interessant, want daar hoor je ook wat jouw moeder zei. Van, dat als er gevraagd werd van, heb je enig idee hoe jouw ouders, voorouders, voormoeders in het Suriname terecht zijn gekomen? Dat was een moeilijke tijd, daar praten we niet over. Ja. Er is dat grote stilzwijgen weer. Ja. Ja. En dus ja, en ik...
in het onderzoek naar het koloniale verleden van Tilburg doen we ook postkoloniale verleden van Tilburg. En daar hebben we mensen geïnterviewd over hun migratie uit de koloniën naar Tilburg. Mm-hmm. En ook hoe ze settelen in Tilburg. En ook over de doorwerking van het koloniale verleden. Dus dat kan zijn Indië, Indonesië. Maar dat kan ook zijn Suriname, Curaçao, Aruba. Is. Ja. Dus Tilburg is veel Curaçao volgens mij ook, hè? En ook heel veel Surinamers en Marons, wat Tilburg wel bijzonder maakt. Oh, ja. Ja, dat is waar. En dat is dan interessant, want dat hangt dan op één persoon, Eddie Dapp, die daar zat. Ja, en die daar gezorgd heeft dat er heel veel mensen een stek hebben kunnen vinden. Nou, maar ja. Daar zie je dus van ook hele verschillende verhalen en verschillende percepties over wat de doorwerking is en hoe het doorwerkt, of juist helemaal niet. Dat vind ik erg fascinerend, maar ook moeilijk. Ja. Dit is niet het makkelijkste deel van een onderzoek. Nee. Dit kan ik me voorstellen. Ja. Beter een roman schrijven. We gaan even terug naar de letterkunde, want we hebben het natuurlijk over de Caribische collecties bij ons, en waar die letterkunde een belangrijke rol in speelt. En we hebben jullie gevraagd om allemaal één boek te kiezen uit onze collectie, wat om een of andere reden belangrijk is voor jullie. Ellen, welk boek heb jij gekozen? Ik heb De laatste resten tropisch Nederland van Willem Frederik Hermans gekozen. Kijk aan, uit 1969? Juist. Ja, precies, de eerste druk. Ja. Ja. Oké. Okay. Want hij ging toen, ik moet even in mijn geheugen peuren, maar hij ging in opdracht naar Suriname en naar de Antillen volgens mij. Ja, de Stichting Culturele Samenwerking had zijn reis dus voorbereid. En dus niet voorbereid. En hij ging er naartoe. Maar deels ook omdat zijn echtgenote van Surinaamse komaf, vooral Meurs. Uh-huh. En hij was ook nieuwsgierig naar de kanten, want hij heeft een aantal bezoeken gebracht aan familieleden van Emmy Meurs. Maar goed, hij was geïnteresseerd in, was ontzettend veel te doen. Suriname zou onafhankelijk worden. Nederland wilde van Suriname af. En Suriname niet zozeer van Nederland. Ik ben een groot fan van Willem Frederik Hermans. En als je het boek nu leest, dan is het alsof het dus alsof iemand 10 jaar geleden naar Suriname gegaan is. En dit verslag gemaakt heeft. En alles is herkenbaar. En waarom is het boek zo belangrijk? Het is belangrijk omdat heel veel mensen die geschiedenis van Suriname, dat doorwerken van een land waar zoveel mensen bijeengebracht zijn, tegen hun wil of als gelukzoekers, wat het effect is geweest op zo'n samenleving. Ja. En die man schrijft zo ongelooflijk prachtig. Geen woord te veel. Geen woord te veel. Ja. En een stylist natuurlijk ook. Ongelooflijk, ja. Voel je je als auteur ook verwant aan Hermans? Absoluut, ja. Ik vertelde je al wat me opgevallen was, dat hij een opmerking maakte dat zonder die koloniale tijd en was Suriname een totaal ongekend land met een paar inheemse volkeren. En ik zie mezelf ook als een positief voortbrengsel van die vermaledijde koloniale tijd. Ik ben heel blij. Ik reis wel eens en heb niet een hele tijd geleden een grote reis in West-Afrika gemaakt. Ik zou daar niet willen wonen in Benin. Of waar nu in Noord-Nigeria meisjes worden geroofd om te worden verkocht als seksslaven. Ik zou daar niet willen wonen. Nee. Maar wel, ik ben heel blij dat ik die bagage uit Suriname heb meegekregen. Dit boek, dat vind ik. Ik heb hem al een jaar thuis en ik had het gewoon laten liggen. Maar ik ben verkocht omdat deze man, die beschrijft vanuit een wit standpunt, kijkt hij naar de slavernijgeschiedenis. Ja. Als je met Nederlandse mensen praat daarover, dan stuit je op een muur. Ja. Niemand wil, iedereen wordt boos en verongelijkt. Ja. En
men stopt met ademen. Maar het is ook onwetendheid vaak. Hè? Het is mensen weten heel weinig van geschiedenis af. Er is een programma dat heet De Slimste Mens. En er werd een vraag gesteld over de 80-jarige oorlog. Wanneer het was. Wanneer was het ook alweer? Langer dan 80 jaar geleden, toch? Nou, dus mensen weten gewoon heel weinig. Nee. En ook niet. Is het niet alleen? Nee, het is niet dat alleen. En dat is ook wel bijzonder aan het boek. Want ja. het is een tweeluik eigenlijk. Hè? Dus het is enerzijds het verhaal van de slavenopstanden in Demerara. Mm-hmm. Begin van de 19e eeuw. Maar ook hier is de schrijver weer aanwezig als positie van schrijver. Die heeft heel duidelijk ook een eigen positie gekregen. Om iedere keer zijn eigen perspectief en perspectief van witte mensen. Daar gaat hij mee praten. Ja. En dat vond ik dus de meerwaarde van het boek. Mm-hmm. Dat is één. Ja. Twee, er staat een citaat in, een quote van Toni Morrison. En ik ben geloof ik de enige Suriname die zich daarin kan vinden. Wat is het effect van racisme op hen die het in stand houden? Als je dat met Nederlanders bespreekt, dan kijken ze je aan alsof je niet zo goed bent. We kennen het boek van Frantz Fanon, Zwarte huid, witte maskers. Ik denk dat er een soort pendant moet komen, een tegenhanger van dat boek. Witte huid, zwarte zielen of zoiets. Dat boek is nog niet geschreven. We hebben het allemaal over zwarte mensen en we moeten helen. Maar dan denk ik, er is een andere partij die honderden jaren lang zich op een bepaalde manier gedragen heeft. Dat moet ook vertekening geven in de manier waarop je de wereld ziet. De manier waarop je moreel de dingen aanpakt. Ja. Wanneer gaan we het daar eens over hebben? Ja. Maar is dat niet het boek van Gloria Wekker bijvoorbeeld? Dat die daarmee begint in ieder geval. Welk boek is dat, Rosemary? Ja, ik zit nu even te denken. Het heette anders. En dat heeft het voor de... En nou weet ik even, witte onschuld. White Innocence. Maar ik denk meer aan een soort boek als van Fanon, dat je dus psychologisch, psychiatrisch, dat je gaat onderzoeken wat heeft gemaakt dat de westerse mens, onder de Nederlanders, zo makkelijk te porren waren om honderden jaren lang mensen als gevangen te houden. Ja. Want dat moet je nog wel kunnen. Nou, maar weet je, ik ben bezig met Sylvia de Groot. Die bewonder ik enorm. Ja, de historicus. Een hele tijd geleden. Ja. Maar ze is met Gramans uit de binnenlanden van Suriname naar Afrika gegaan. En een van de kernvragen van de Gramans was, in Afrika, bezochten verschillende landen. Hoe kan het dat Afrikanen eraan meegewerkt hebben dat wij als slaven werden verkocht aan de blanken? Hoe kan het? En er werd in Afrika werd die vraag omzeild. En dat is wat me bezighoudt. Omdat zonder die Afrikaanse vormen van slavernij was de transatlantische eigenlijk niet zo groot geworden. En ik denk dat bij alle discussies over herdenken enzovoort, dat op de een of andere manier wordt Afrika buitengesloten. Het is alsof die voor spek en bonen meedoen. Ja. Maar die stelselmatige aanpak van die plantages van honderden jaren. Ja. Dat is toch wel een ander ding dan de Afrikaanse slavernij. Wat er ook is hoor, en niet veel minder erg. Maar de ontmenselijking, het terugbrengen van mensen tot een ding. Dat heeft toch wel een iets anders. Het doet je echt pijn, hè? Ik merk het. Ik merk dat. En ik wals en dat heb ik in mijn familie gemerkt, dat het schade heeft aangebracht aan de manier waarop mensen naar de wereld kijken. Ik heb bijvoorbeeld 2 weken geleden met het familie over gepraat. Dat ik zei van nou, ik vind dat we de Nederlanders wel moeten laten weten hoe beschadigd we zijn. En dan zie je ze schrikken. Ze vallen terug in wat we geleerd hebben van, jij gaat niet tegen een Nederlander ingaan. Dat doe jij niet. En er was zelf iemand in mijn familie die ik heel hoog had. Die zegt, ja, maar je wordt toch geen zendeling? Dus wat ik zie is, bijna de hele Surinaamse gemeenschap, die zijn niet gedecoloniseerd. De meester zit nog in hun hoofd. Ze zijn nog bang. Ria Vianen, dat is jouw keuze, Roosmarijn. Ja. En dat sluit eigenlijk aan wat Ellen en Rolien vertellen over de doorwerking van dat koloniale verleden en hoe het boek heet Strafhok.
En het idee daarvan is dat de hoofdpersonen allemaal denken, wij wonen in een strafhok. Iedereen heeft zijn eigen strafhok. En het is de nog koloniale maatschappij. Het boek is uitgekomen begin jaren 70, net voor de onafhankelijkheid. Het is de koloniale maatschappij die de strafhokken heeft bepaald. Het verdeel- en heers-idee. Maar in het strafhok zelf zijn er ook mensen die heel streng zijn om te zorgen dat jij niet uit het strafhok ontsnapt. Ja, zeker weten. Ja. De koloniale zuilen, zeg maar. Het is koloniale verzuiling inderdaad. En die blijft. Hè. En Ellen net zei van ja, is er een Surinamer? Die verzuiling die voel je nog steeds op een of andere manier. Ook al zie je dat er ook mix. Mensen identificeren zichzelf als mixed. Wat, dat vind ik ook weer een moeilijke term, maar goed, dat is de term die gebruikt wordt. Maar hier gaat het dus. Het erge is eigenlijk nog in het strafhok zelf. Van waar dat je wordt gecontroleerd op je puurheid. Ja. Ben jij wel een goede hindoe, moslim, whatever. Mm-hmm. En dat gedeelte, ik las het in de jaren 80, denk ik, ook als historicus gewoon van, nou ja, om de Surinaamse maatschappij te begrijpen. En dan zijn romans geweldig. Dat is echt een hele belangrijke bron. En wat ik daar ook in las, en daar vond, dat is ook een beetje wat jullie alle twee zeggen. Hè, daar gaat het erover, er is een Javaanse man die vermoordt de bestuursopzichter. De bestuursopzichter heeft zijn dochter in ieder geval aangerand, maar misschien wel verkracht. En de vader besluit de bestuursopzichter te doden. En dan wordt er ook gezegd van ja, heeft hij nou alleen maar die bestuursopzichter vermoord? Of gaat het eigenlijk verder? Is het de migrant die zich verzet tegen de koloniale machthebber? Ja. En dat is eigenlijk de kern van dit verhaal. Daar gaat het dus ook echt heel erg over die maatschappij. En waar BFA dan heel erg over begint, over zwarte Hollanders. Zwarte Hollanders inderdaad in Suriname. Hè, die dan de macht hebben en die iedereen klein houden. Ja, en hun wetten gebruiken om hun positie te versterken. En ook dat herkennen we wel een beetje. Dus dat, wat dat betreft is ook dit boek nog heel actueel. En ik is het ook, ja. Het positieve is natuurlijk dat uiteindelijk de mannelijke hoofdpersoon die Hindoestaans is, een definitieve relatie aangaat met een Javaanse vrouw. Mm-hmm. Dat ze beide buiten het strafhok gaan. Ja. Mm-hmm. Maar de rest is de vernedering, de vertrapping, het interne. Ja. Het gaat heel erg over intern. Ja. Van wat er gebeurt. Ja. Ja, wat ik bijzonder vind aan de strafhokken is, ondanks dat al die strafhokken bestaan, vooral met die relaties van Rubia bijvoorbeeld, dus die Javaanse, ze komen wel allemaal in contact met elkaar. Dus alle etnische groepen komen eigenlijk wel hierin terug. En die hebben toch op de een of andere manier, ondanks dat ze in hun eigen strafhokken zitten, gaan ze met elkaar om, zeg maar. Dus, ja, het einde wordt toch een klein beetje optimistisch. Ja. Dan? Dat weet ik niet helemaal. Maar wat ik wel bijzonder vind is dat, want we hebben het nu ook over Hermans gehad eerder. En dat is dezelfde periode, dus eind jaren 60, begin jaren 70. Mm. Ja. In beide gevallen hebben we eigenlijk geconstateerd, zo verschrikkelijk veel is er niet veranderd. Nee. Zo actueel is. Ja. Dus eigenlijk, dat vind ik wel een mooie afsluiter ook, Dennis. Dames en heren, dit was Van Kluis naar Kussen over de Caribische letterkunde. Lees deze boeken, Last en lees De Doorzons. Maar lees ook Bea Viana en lees ook Willem Frederik Hermans weer eens. Ja. Dank jullie zeer voor een mooie conversatie en ik wens jullie allemaal een goede herdenking straks op 1 juli. En een feestelijke viering ook van Kitty Kottie. Dank jullie wel.